Erwin van der Looy, gisteravond om 12 uur ging die transferwindow dicht. Ja. Wat dacht je toen? Nou, ik had niet precies dat ik weer wat ik dacht. Maar nou ja, uiteindelijk is het nu duidelijk met welke selectie we doorgaan tot het eind van het seizoen. We hebben best wel wat gedaan in de transferwindow. Een aantal dingen zijn gelukt, een aantal dingen zijn goed gelukt. Ook sommige dingen zijn niet gelukt. En dan vooral centrale verdediger natuurlijk. Maar we hebben daar wel alles aan gedaan. En we hebben het echt geprobeerd. Alleen sommige dingen moet je als Heracles ook niet willen. En sommige dingen kunnen we ook als Heracles gewoon niet. Dus dan gaat er soms een streep door. Vraag die dan daarop volgt is van, ben jij tevreden? Nou ja, kijk, ik ben wel tevreden dat we alles eraan gedaan hebben om het voor elkaar te krijgen. Ik ben ook wel tevreden met de aanwinsten die we wel hebben. Hè. Dus dat is duidelijk. Dus ik vind dat we met Uppegaard en met Roestic en met Bruin en eigenlijk ook met de terugkeer van Jis sinds de winterstop, daar ben ik wel heel tevreden over. Maar ik vind het wel jammer dat we geen centrale verdediger hebben kunnen halen. Zeker ook omdat Safa natuurlijk vorige week weg is gevallen. Zo krijg je toch nog bijna in elke linie een nieuwe speler. Ja, daarom. Dus ik was ook gematigd positief. Goed, dan staat komende zaterdagavond moeier naar Nijmegen. Ja. Naar NEC. Wat vind je van de ploeg? Ja, goede ploeg. Dus dat, ik denk dat iedereen dat wel ziet. Dus we zijn met een goede serie bezig. Ik moet zeggen, wel een club die ook wel een beetje een voorbeeld misschien is voor ons. Of voor veel clubs die in het rechte rijtje staan. Stapsgewijs zijn zij steeds aan het doorgroeien. Goede spelers gehaald. Kunnen die ook een tijdje houden. Ook goede vervangers voor spelers die eventueel weggaan. Er zit stabiliteit in. Maar het is ook gewoon een leuk team om naar te kijken. Veel intensiteit. Dus wordt een mooie uitdaging voor ons. Jouw eerste wedstrijd hier, dat was een overwinning. De tweede was een gelijkspel. De derde was een nederlaag. Wat is er nu aan de beurt? Nou ja, jij vult het rijtje in. Hè? Dus we gaan weer gewoon voor een overwinning natuurlijk. Hoe ziet jouw elftal eruit? Wat zijn de problemen op dit moment? Nou ja, we hebben wat langer geblesseerden. En we hebben Bakboord vandaag, een dag voor de wedstrijd, ziek. Kijken hoe dat morgen is. Of zich dat echt doorzet of dat hij gewoon weer aan kan sluiten. We missen natuurlijk Sava naar vorige week. Dat is ook duidelijk. Dus we zijn wat onthand. Maar we hebben ook wel een aantal zieken weer erbij. Een aantal mensen erbij gekomen deze week. Waarvan je hoopt dat die een versterking zullen zijn. Kwalitatief en niet kwantitatief. Nou ja, zeker. Maar dat is ook waar we op hebben ingezet. Dus kijk, er zijn heel veel spelers beschikbaar in die transferwindow. En er komen heel veel spelers langs. Maar we hebben het vanaf het begin af aan gezegd. We hebben nu spelers nodig die ons direct beter kunnen maken. En we hebben ook echt wel talentvolle spelers langs die komen. Waarvan je zegt van ja, als het voor volgend seizoen zouden dat echt wel leuke spelers voor ons zijn. Om aan de selectie toe te voegen. Maar gaan die op dit moment ons helpen in de doelstellingen die we graag willen bereiken. Dus uiteindelijk hebben we voor deze spelers gekozen. Omdat we denken dat zij dat wel kunnen. Roestic is voor jou geen onbekende. Want je kent hem natuurlijk al heel lang. Ja, hij is natuurlijk opgegroeid min of meer bij FC Groningen. Waar ik hoofdtrainer was toen. Toen zat hij onder 19 en bij jong. Dus ik ken hem goed. Hij heeft ook in teams bij mijn zoon gespeeld samen. Dus ik ken hem daar ook als controlerende middenvelder. En dat is ook eindelijk de rol die we hier voor ogen hebben. Heb je al in de gedachten om er morgenavond 1 of 2 te gebruiken? Van de nieuwe spelers? In je gedachten altijd. Maar we gaan vandaag gewoon nog trainen. En dan gaan we kijken hoe iedereen ervoor staat. Want ook de jongens die er gewoon zijn en er al langer zijn, hebben tegen Ajax ook best wel veel goede dingen laten zien. Hè? Dus daar moeten we ook de ogen niet versluiten. Jullie hebben ook afscheid genomen van een drietal spelers. Ja, dat was al eindelijk een tijdje in gang. Ja, dat wist jij, maar dat wisten wij niet. Nee, nou ja, oké. Maar kijk, de selectie was al best groot. En als je er dan nog wat bij wil halen, 3, 4 mensen erbij, dan wordt de selectie eigenlijk te groot. Zeker omdat we hier geen jong elftal hebben. Dan wordt het gewoon lastig trainen. En dus hebben we ook gezegd, we gaan doorselecteren. Is ook voor die spelers beter. Hebben ze meer perspectief om ergens anders te gaan kijken. Dus op basis daarvan hebben we die oplossing gezocht. Zit jij toch rustig op de bank morgenavond? Nou, dat zou voor de eerste keer zijn. Je zit als trainer nooit heel rustig. Hoor. Je bent altijd bezig of het nou transferwinnen voorbij is of niet. Of weet ik veel wat, of je 2-0 voor staat. Je hebt altijd wel dat je in de wedstrijd zit. En je bent wel rustig in je hoofd. Maar op een andere manier ben je toch ook altijd wel een beetje onrustig. De 15e plaats maakt je niet zenuwachtig?
Nee, want dat was ook toen ik gewoon hier kwam. Dus dat, ik wist hoe de situatie was. En die is nog steeds zo. We hebben 4 punten uit 3 wedstrijden. Nou, misschien had dat wel iets beter gekund. Zeker tegen Volendam. Aan de andere kant, ja, is daar volgens mij niet zoveel mis mee met dat gemiddelde. Dus nee, ik raak niet in de war. Maar we zijn wel gewoon, we weten wel de situatie waar we zitten. We gaan niet rustig achterover zitten. Dus zijn we natuurlijk totaal niet.